De zomer van 2020 was een woelige periode. Het was corona, ik verloor mijn baan. Dat was natuurlijk een ontzettend verdrietig moment. En ik heb dat moment proberen om te draaien en gekeken wat mijn kansen zijn. En daarom zit ik hier nu. Nou ja, ik had veel tijd over en ben daarom thuis mijn barbecue schoon gaan maken. Daar was ik bijna 7 uur mee bezig. En mijn kinderen, mijn huis en mijn gevel zaten helemaal onder de zwarte smurrie. Het is gewoon klote werk. Het duurt lang, je bent vies, je huis zit onder, je hebt waarschijnlijk niet de goede spullen. Met andere woorden, aan alle kanten werkt het niet. Ik ben vanaf dat moment gaan onderzoeken van, laat ik eens de deuren langs gaan met een emmer en een spons. Om te kijken of meer mensen in de buurt dit probleem hebben. En voor ik het wist had ik in 3 weken 20 barbecues schoongemaakt. Ik kwam uit een wereld van pakken. En inmiddels sta ik met mijn handen in de smurrie om iets mooier te maken. Ja, ik word er heel gelukkig van. Diederik heeft zijn roeping gevonden en kan niet wachten om het vuurtje van zijn barbecue schoonmaakbedrijf op te poken. Ik zou alle dragons heel erg mooi vinden, maar ik heb specifiek Pieter in gedachten, omdat hij veel ervaring heeft in het opschalen van bedrijf en ik denk dat ik in die fase zit. Beste Dragons, goeiedag. Mijn naam is Diederik Warmelink en ik ben oprichter van het eerste gespecialiseerde barbecue schoonmaak- en onderhoudbedrijf van Nederland. Ik ben hier vandaag om met jullie te praten over een investering van €220.000 voor 25% van mijn bedrijf. Dat was eruit. Barbecuen. Iedereen houdt van barbecuen. Helaas kent ook iedere barbecuer het moment dat de barbecue schoongemaakt moet worden. Dat schiet er helaas vaak bij in. En dat brengt onveilige en onhygiënische situaties met zich mee. Ik ben daarom een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik kwam erachter dat in Europa maar 4 barbecue schoonmaakbedrijven zijn. Waar er in Amerika meer dan 1200 zijn. En daarbij kwam ik erachter dat de Nederland, Duitsland en België een enorme groei in barbecue verkoop hebben doorgemaakt de afgelopen 10 jaar. Dus een echt serieus volwassen markt is geworden. Inmiddels rijden we met meerdere bussen door Nederland. Hebben we dit jaar, verwacht ik, dat we ongeveer 500 barbecues schoon gaan maken. Daar zetten we ongeveer €80.000 mee om. We willen de komende jaren doorgroeien naar €2,5 miljoen euro. Dat willen we gaan doen middels abonnementen. En dat franchisen, uit laten voeren. Dragons, ik ga het geld uitgeven aan sales en marketing. Ik ben, de franchise-model moet helemaal uitgewerkt worden, dus een franchiser moet eigenlijk niet zoveel voor meer hoeven nadenken, wil hij dit gaan afnemen. Dus daar zit nog wat tijd in. En de abonnementstructuur moeten we nog wat verbeteren. Dragons, dankjewel voor jullie aandacht. Ik hoor graag of jullie mee willen doen.